vriendjes en vriendinnetjes. Ja, hoe ging het ook alweer? Jongens en meisjes, dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe video. Vandaag heb ik echt iets tops. Ik ga met mezelf een challenge aan. Wow, een challenge! Wat vandaag het idee is, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Maar voordat ik met de deur in huis ga vallen, abonneer op mijn kanaal. En doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Wat ik ga doen, ik wil een TikTok met een miljoen. Hey, dat rijmt. Wat leuk. Kijk, als ik nu naar mijn TikTok ga, mijn TikTok is een hutskoen. Ik heb een TikTok met 955k met Rob. Ik heb trouwens eentje die verboden is. Triest. We gingen over die lul op mijn rug. Ik ga de komende dagen ga ik een paar TikToks maken. En aan de hand daarvan ga ik dus kijken of ik een TikTok kan maken met een miljoen. Ik wil zo'n miljoen views halen. En binnen een week. En als het niet binnen een week lukt, is het mislukt. En ik ga denk ik zitten denken om 4-5 TikToks te maken. Ik had al een paar goede ideeën. Ik had een paar sterke ideeën. Want het ding is, je moet viraal gaan. Een miljoen is echt lastig. Een miljoen is echt fucking veel. Dus een paar dingen zijn belangrijk. Hoe internationaler het is, hoe beter. Denk ik. Er zijn een paar dingen waar we rekening mee moeten houden. 1. NL is klein. Onthoud dit mensen. Nederland is klein. Bijvoorbeeld ik met Rob al met 950k views. Ik kom nu in beeld. Raise your hand if you're gay. Dat is ook buitenlands en daardoor grappig. Ik moet eigenlijk op 2 moet ik weten wat is een goede tijd. En 3, er moet veel gebeuren. De reden daarvoor, kijk, hoe het volgens mij werkt TikTok, is dat je gewoon die views haalt op basis van hoe vaak het gezien wordt. Niet hoeveel mensen kijken. Dus als iemand 4 keer die video kijkt, dan krijg je ook 4 keer die views. Een miljoen moet dan wel lukken. Ik heb dus al een paar ideeën bedacht. Het allereerste idee is, deze vind ik persoonlijk erg leuk. Er is een TikTok trend en het gaat over dat zo'n chick die gaat in de auto zitten of weet ik niet. Die gaat ineens zingen. Uit niets. Gaat ze Alicia Keys Empire State of Mind zingen van nieuw. Dat. En dan is er zo'n TikTok ding dat je dat dan neerzet je telefoon en dan ga je dat zingen. En dan zit er geen naast je van, die weet het niet. Dan zeg je van, my friend didn't know I could sing until. En dan ga je dus ineens zingen. Die wil ik ook gaan doen met dan dat geluid. Dus dan heb ik gewoon een vrouwenstem, dus dat ben ik helemaal niet. Maar hopelijk is dat wel grappig. Met Mattie ga ik dat doen. Dan heb ik nog een tweede TikTok. Want een andere echt goede TikTok hype is dat je zeg maar zo gaat zitten als een albumcover. Dus dat je dan doet ik heb geen flauw idee. Jullie weten wat ik bedoel. Mij lijkt het leuk om één te doen. En dan een beetje de toch wel seks kant op te gaan. Dan had ik al als idee, fantastisch idee van hoe was je eerste keer? En dan in het Engels. Dus how was your first time? Ik kan echt goed Engels. Dan ga ik zo zitten en dan is het van it hurts like hell. Dan is het dus omdat ik dan context heb gehad dat natuurlijk waar is. Oké, dat is mijn doel. Maar eerst ga ik lekker eten. En dan ga ik daarna beginnen met de eerste TikTok opnemen. Ik hoop dat ik die vanavond al kan posten. Dat zou helemaal top zijn. Dat zal dan die auto zingen met Matt worden. Matt weet dat ik dat wil doen en die vond het helemaal leuk. Dus dat komt. Goed, ik zie jullie zo. Je weet wat ongeveer de bedoeling is. Ja. Ik ga het lopen zingen en dan moet jij zo van oh my god. En dan komt er boven. Oh, dan op TikTok staan, want ik ben er niet echt heel bekend. Ja, echt helemaal. Wow. Zeg maar, die ding staat, dan gaat die timer en dan terwijl die vent zingt, doe ik die pruik op. Camera gaat vallen. Ja. Je pakt hem ook gewoon niet. Je ziet hem gewoon gaan. Ja, ja. Dit is niet kut. In New York, concrete jungle where dreams are made up. There's nothing you can do. Now you're in New York. Mensen, daar zijn we weer. Het is echt een lange tijd verder. Het is echt een lange tijd verder dan het vorige deel. De reden daarvoor, ik was aan het denken over die mogelijke TikTok. Dus je weet, heb ik die TikTok met Matt gemaakt. En ik weet niet, ik had er nog niet echt een goed gevoel over. Ik dacht van ja, ik weet niet, ja, dit moet wel heel lucky zijn als dit heel veel views gaat halen. Maar zoals je ziet, de TikTok heeft 243k. Dat is totaal te weinig. Veel te weinig. En mijn andere die met Rob trouwens, die heeft 1,7 miljoen. Dat is wel weer bizar, maar die telt niet. Maar ja, het moet in een week. Dus toen ben ik bij mezelf te raden gegaan van wat kan ik doen om een TikTok met een miljoen te halen? Ik moet iets doen. Nou, en toen kwam ik op het fantastische idee. Nou, eigenlijk had ik een beetje gepraat met mensen die zeiden van luister Koen, want ik heb al die ideeën opgeschreven van dit en dit en dit ga ik doen. Je moet echt met de trends meegaan op TikTok. En een van de meest bekende trends nu, is nu dit. Molly Ross in my green nou ben ik het niet zo triest dat ik zo'n ding ga opgooien. Ik kan in mijn sportoutfit zitten en dan tatsen dat ik dan ineens in een hele luxe outfit zit. Want zo ben ik niet. Nee, wat ik ga doen, en dit is ongelooflijk. Ik ga het zo ook laten zien, maar Rob zijn spiegel, die is dus helemaal kapot. Kijk, check deze spiegel. Ik ben zijn vriend, is tegenaan geflikt, die is helemaal kapot. Dat ben ik. Ik ga dus filmen hoe ik dan die schoen trap, zeg maar, wat we dus ook in die TikTok net zagen. Maar ik doe dan net alsof ik hem door dat ding heen schiet. En dat er dus een enorme barst in zit. Wat een idee, dit is echt fantastisch. Ik heb hier echt vertrouwen in. Ik heb hier echt heel erg veel vertrouwen in. Laten we maar gaan maken. Oké, mensen, het beste idee. Ik ga het nu uitvoeren. Dit moet een miljoen halen. Oké, mensen, ik heb het geluidje gevonden. Dat is voor mij deze. Nou, is dit dat geluid? Die wil ik niet. Verkeerde geluid. Kut.
Ja, dit is hem. Oké, ik heb hier dus mijn slipper. Hier zo. Fantastisch. Dus ik ga die wegtappen en dan heb ik de TikTok van het jaar, denk ik. Hij is perfect. Hij is perfect. Oh mijn god, ik heb hem, ik heb hem. Dit is hem. Dit is de 1 million TikTok. Mensen, daar zijn we weer. Oh mijn god. Kijk nou. Zie ik daar met een snipper? Je ziet hem kijken, maar oh mijn god. Maar dit is zo goed. Volgens mij weet niemand dat die spiegel kapot is. En dan is het helemaal schitterend. Ik moet even een goede tekst erbij. En ik moet even kijken welke cover ik ga doen. Ik zit te denken om dit als cover te doen. Of moet jij met de hype man? Dan is hij extra leuk. Dat denk ik. Ik denk dat ik gewoon deze ga doen. I hate my life. Dat wordt mijn caption. Dat is een uitstekende caption. Een hashtag for you page. Hashtag for you. Ik heb nu I hate my life. Hashtag for you page. Hashtag for you. Hashtag for you. Hashtag for you page. Mensen, dit moet hem zijn. Dit moet de TikTok zijn die ervoor gaat zorgen dat ik een miljoen ga halen. Oké, ik ga hem posten. Oh, dit is zo'n goede TikTok. Maar dit is echt de TikTok van het jaar. Dit is zo'n goede TikTok. Dit is premium. Dan ga ik hem nu even op Instagram delen. Ik heb nu ongelukkig graag even op Instagram om even de mensen een klein beetje te pranken. En als ze deze video zien, denken ze, oh, dit is een gepranker Koen. Dat klopt. Oh. Oké, die heb ik geplaatst. Godsamme zeg, wat lekker. Is hij al geaccepteerd bij TikTok? Of is hij weer, zijn ze weer moeilijk aan het doen? Waarom zeggen iedereen mensen alleen maar... Daar wordt maar een kaasje. Oké, 1100 views in no time. Dit is lekker. Mensen, ik zie jullie over een week. Dus dit moment 22 augustus, 10:50 s'avonds. Over een week ben ik terug. Oké. Hey mensen, we zijn er weer. Nieuwe dag, nieuwe kans. Mijn vorige TikTok heeft 172k gehad, wat ik echt heel erg weinig vind. Ik vind het echt heel weinig. Ik dacht wel, die gaat zeker wel een 500.000 tikken. Nou, absoluut niet. Die met Rob heeft 2 miljoen inmiddels, dat is wel weer vrij bizar. Ik ga mezelf nu vandaag voor lul zetten en hopelijk dan 1 miljoen streams af. 1 miljoen streams, wat lul ik? 1 miljoen views. Wat ik ga doen, je hebt zeg maar die TikTok dat je zoiets kijkt en dan is het van... Heel veel gaan er zo van, oh, je hebt met hem gezoend. En dan zo, maar ik heb 100 keer seks met hem gehad. Dus eigenlijk is dan een soort van, fuck you. En dat ga ik dus doen. Dan zeg ik van, oh, dus je hebt met hem gezoend. En dan draai ik zo, hoe smaakt het met piemel? En dan is het dus eigenlijk heel gay. Want dat betekent dat diegene waarmee zij gezoend heeft, mij gepijpt heeft. Goed, dit is echt heel leuk en totaal niet raar. Maar ik denk, ik moet mezelf gewoon voor lul zetten voor die 1 miljoen. Dat kan, ik ga het gewoon doen. Dus laten we maar op gaan nemen. Dat kan gewoon hier op een luie stoel, dat is wel weer een voordeel. Oké, ik denk dat hij goed is. Ja, ja, dit is heel leuk. Dit is heel leuk. Ik ga hem posten. Dit moet hem worden. Daar gaat hij. Het duurde echt 20 minuten of zo, maar hij staat erop. Nu hopen dat we die miljoen halen. Kom op nou. Mensen. Het is weer zover. Het is ongelooflijk, want dit was hem. Ik zweer het je, dit was hem. Binnen 50 minuten hadden we 100.000 views bij TikTok. En jullie zien het nu. Community guidelines. Maar kom op, hè. Ik weet, TikTok is voor kinderen. Maar hier is toch niks ergs aan. Dit kan toch niet. Ik heb een appeal ingediend van luister, TikTok. Het slaat nergens op. Dat was gewoon een grap. Ik heb niks raars erin. Tuurlijk, het gaat wel over een piemel. Maar... Hey, boeien. Het is lachen. Nou, zij denken er dus anders over. Maar als dit zo moet, dan gaat het niet lukken. Dit was hem. Dit was hem. Oh, ik baal zo erg. 100k in 50 minuten. En nu... Oh. Ik ga vandaag nog aankijken of ze op mijn appeal ingaan. Of ze hem weer online gaan zetten. Hopelijk wel. Zo niet, dan is het eind van de video. Want dan kan ik het gewoon niet. Dan kan ik het niet halen. Want iedere keer als ik een leuke heb, dan wordt het door TikTok online gehaald. TikTok, als je dit kijkt. Vanaf nu ga ik Instagram Reels uploaden. Allemaal omdat jullie mijn dingen neerhalen. Instagram doet het niet. Mensen, nog een kleine update in dit TikTok verhaal. Ik dacht, we hebben alles wel gezien. Nou, ik wil toch nog even één klein TikTokje uploaden. Weet je wat er gebeurt? Ik ben geband voor een week. Ik was dus tegen die appeal ingegaan en gezegd van, dit is echt fucking onzin. Hallo. Elke chick staat met de halve kont op TikTok. En ik heb een grap over een piemel waarbij ik hem gecensureerd heb. En ik word er afgejiet. Dus was ik niet mee eens. Dus hebben ze gezegd van, nee, alsnog mag je niet posten. En het was nu mijn tweede post dat hij er afgejiet was door TikTok. En nu mag ik een week niks posten. TikTok is corrupt. Varen in een week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban.